Alucard zou niet. Ik ben makkelijk bevangen. Roetskip, grote Dragon Slayer. Volgende aflevering zijn we hier gebleven waar we deze quest dus hebben gehaald. En we gaan dus vandaag proberen om weer een nieuwe quest misschien te proberen. Nou, niet dat ik het eigenlijk zeg. Misschien dat we beter een. Even kijken, wat is dit? Laten we deze baan spinning doen. Had ik niet gezegd dat ik. Level 12, nice. We kunnen een quest doen, maar ik denk beter even kunnen skillen. Lijkt me waarschijnlijk wel beter. Waar was het ook alweer? Bij Port Sarim, daar onderin. Daar moet ik gaan proberen te skillen. Ik kan misschien nog wel even opzoeken. Combat training. Free to play. Laten we het gewoon even zien. Barbarian? Cockroach Soldier. Dan gaan we gewoon bij Barbarian Village gaan we gewoon daar trainen. En mochten jullie een beter idee hebben, laat me maar weten. Want ze zeiden dat er wel eten dicht in de buurt moet zijn. Dus we gaan er gewoon mooi even heen. En dan kunnen we de volgende aflevering wel iets van. Misschien Goblin Diplomacy gaan doen. Ja, laten we dat de volgende aflevering gaan doen dan. Want we zitten al bijna op de 23 quest points. Dus we moeten eigenlijk wel ons level hoger maken. Als we überhaupt willen winnen. Dit gebied is ook altijd heel goed voor Hunter. Voor Konar. Oeh, mijn pre is ook bijna omhoog. Laten we dat ook nog even gelijk aan trainen. Waarom niet? Zo. We geven 65 XP, dus dat is op zich nog best wel. Een redelijk prijsje. Dood. Oeh, cooked meat. Handig. Oh, dat gaat gelijk mijn dingetje completen. Laten we dat ook gelijk bij even doen. Dat is wel handig. We toch bezig zijn. Hoppakee. Hey, wat, we laten die botten gewoon sparen. Waarom niet? Hoppakee. Oeh. Bull's hatchet.
De vrouwelijke barbaren die hebben nog wel items. Oh, never mind. Het gaat ons wel in ieder geval geld opleveren. Dat is een schild. Zo. Ik ga ook sowieso eventjes offline ga ik proberen te skillen hier. Maar nu ga ik gewoon proberen dit te doen. En in ieder geval één leveltje omhoog te gaan. Denk ik. Boom. En oh, Chaos Room. Of Herent Iron Mace, sure. Next. Fuck Gunnar. Nope. Zo, 200 miljoen XP. Dat is nogal wat. Misschien kan ik beter in deze dungeon daar verder op gaan trainen. Lijkt me waarschijnlijk wel een verstandig idee om dat volgende aflevering of tussendoor te doen. Staf. Nou, laten we maar even naar Birdtop gaan. Even onze items een beetje verkopen. Laten we dat ook maar even gaan doen. Kunnen we beter even doen. Ah, we hebben zoveel meuk nog in onze bank zitten. Dat is gewoon niet normaal. Gadget. Wauw, 37 XP. Je wilt ons even toch wel lekker onze bank wel wat beter van. Charge Bow, Staff of Air kunnen we wel meenemen, denk ik. Nog een staf. Oké, okay, dat lijkt me wel alles. Naar Valrok toe. En dan is het wel klaar voor deze aflevering. Niet zo'n lange aflevering, maar we hebben de volgende aflevering nog wat meer te doen. Natuurlijk ga ik tussendoor gewoon nog even trainen. Dus ja, dat. Eens kijken hoeveel geld we hiermee gaan maken. Ik denk niet dat de meeste
heel goed gaat verkopen, maar we zien het vanzelf wel. Gewoon lekker alles goedkoop zetten. Deze die moeten nog wel redelijk goed verkopen, denk ik. Geldt gelijk voor deze. Die dus. Geeft ons nog best wel goed geld. Zo. Gewoon voor 40 logs. Zoveel. Wauw. Heeft waarschijnlijk te maken met fletching. Ja. Nee, niet zo. Nou, we hebben sowieso meer dan 25.000. 2500, denk ik. Zo, hop en hop. Nog meer. Kowaits die verkopen ook wel redelijk, volgens mij. Hoppakee. Shitje. Dat zoveel, of dat deze steps zoveel waard zijn. Vind ik echt knap. Oké, de laatste vier dingen. Ik heb sowieso 50.000 aan winst gemaakt. Dat is toch al lekker veel. Nee. Zo. Zo. Nou, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.